De eerste nacht in de villa hebben de singles benut om er alles aan te doen om met een flinke kater wakker te worden. Ik ga zo onderweg naar het Szczecinbad en dat is het grootste kuuroord van Europa. Je hebt in het bad wel een zwembad waar je een badmuts voor nodig hebt. Dus dan heb ik het gaan halen. Ik ben dus die dingetjes nu aan het halen. Ik zit echt zo hard te twijfelen om voor Max gewoon een roze te halen of zo, maar ik doe gewoon even zwarte. Staat mijn hart of niet? Laat het me weten in de comments. Even een beetje drinken gehaald nog. Ik had sokken nodig, dus we zijn weer in Decathlon. Kwamen we dit ding opeens tegen. En dan kun je je voeten meten. Kijk, man. Dit is Max een voet. Hoezo is mijn ene voet zo van? Is dit de bubbel? Zo. Bobby voet. Wat heb jij? Wow. Neutral. Oh, neutraal. Oké, first reaction. Reaction, draai maar om. We zijn bij het badhuis. Wij mochten niet bij de voorkant naar binnen, maar we moeten naar de achterkant lopen omdat we een speciaal ticket hebben of zo en die duurder was. Maar ja, dat was de laatste. Ik zei dat het niet vlogwaardig was. Hoezo? Gewoon. Je moet de mensen thuis een beetje up-to-date houden, weet je. Wij moesten 80 kilometer omlopen. Wow, 154. Al heb je bij het badhuis heb je helemaal niks. Je hebt geen eens een kluisje, maar ja, wij hebben iets stuurder gedaan. Een beetje flexen toch? Nee, geintje, er waren gewoon de laatste kaarten die er nog waren. En we hebben echt fucking zieke shit hier. Hier, je hebt een eigen hokje. En die gaat open door dit ding. Ja, nou, fucking lijp. Alle gekheid op een stokkie. Ik zit om horloge te kijken. Ik laat mijn telefoon hier. Anton wordt misschien gestolen. We zien jullie wel. Als we weer terug zijn. Zijn we terug. Voor jullie was het een vingerknip, maar voor ons was het... 6,5 uur. Ja, voor ons was het... Voor jullie is het vinger... Voor jullie was de vingerknip, voor ons was het 6,5 uur. We hebben genoten, wij hebben gechilled. Mensen, we hebben vandaag heerlijk genoten. Lekker uitgegaan in het zwembad. Lekker vier bedjes naast elkaar gevonden, lekker opgelegen. In het zoutbad geweest, in de sauna van een graad of 100 geweest. Dat was niet aangenaam. Daarna in een ijsbad geweest. Toen waren er nog een paar gekke Hongaren die gingen ijs op ons gooien. Dus een beetje een sneeuwballengevecht. Het kind. Het kleine kutkind. We hebben er meer gedaan. Een beetje gezoend. Ja, dat was eigenlijk wel. Beetje geil gedaan. Ja, helemaal weer gewoon zoals normaal. Ja. Wat het plan voor nu is dat we met Steppy. Hi Steppy. Leuk voor content. Gaan we naar huis. En dan moet Dance Kokus. Ja, weet je, Dance Kokus in Nederland hier. Hij blijft er altijd. Kijk, een mooi systeem. Zo. Doe je hem erin. Dan gaat hij open. Even een, voor de mensen die het mooi vinden. Kijk hoe het eruit ziet. Dat vinden jullie leuk om te zien, hè? Zo. Zo, Steppy. Zo, ik dacht dat het idee van de Dance Kokus ging koken, maar is niet nodig vandaag, zie ik. Jaapie. Kijk eens. Hier. Zo. Kunnen ze wel, hoor. Wauw! Zo. Zo, jullie zijn er stil van. Hoe hebben jullie gegeten, jongens? Lekker.
Hoe heb jij gegeten, Max? Verrukkelijk. Ik zie het. Hoe heb jij gegeten, Tim? Nou, mooi. Oké, naakte mannen. Geef even een update over de avond. Max, met je hangtieten. Koning Chris, wat een hoerenspel. Maar wel weer twee poesjes. Toch nog ergens de koningin. Ja, vrouwen zie je, dat is hem niet. Maar Chris. Ligt hier een hele bak pinda's, man. Nee, zo. Nee, maar wat is het plan voor vanavond? Een sigaretje roken. We gaan in vanavond. Nee, kijk, ik moet het weten. Nee, onze vlogkijkers die zeuren dat de vlogs te lang werden. Dus we hebben besloten vanavond rustig aan te doen. Konden jullie. Ja, mensen thuis, jullie hebben echt genaaid. Ik wil het uit vanavond, maar het is jullie schuld. We kregen een reactie van bijvoorbeeld een Tijmen van Bakel. Dat hij het niet leuk vond dat hij met ons het gefeest had, maar niet in de vlog zat. Dus bij deze Tijmen zit hij wel in de vlog. Anders wil je shout out naar jou, Tijmen, dat je opnam. Want de rest van allemaal niet op. Eigenlijk alleen Ruben. En twee namen ook op, hè? Ruben. Robin was gewoon wakker, maar die nam niet op. Robin zat niet op zijn stoel, blijkbaar. Robin heeft 48 uur op de stoel blijven zitten challenge gedaan. Ik ben Robin Borst en ik 48 uur. Heb je ooit eerst daarin? Wat doe je? Oh, ik kreeg kramp. Zo. Ik moet wat vertellen. Oké, jongens, we moeten even een update geven. Die wens ik alweer verpest. Oh. Ik zit daar net ook op dat muurtje, stopt er ineens een taxi voor mijn neus. You need cab! Nee. Ziet het eruit, zo van fucking taxi nodig. Op een gekrond. Hou. Je mag zo. Sorry. Woo. Maar zijn je moet meer griepjes gebruiken. Nee, dat is een. Woe! Oké, mensen thuis, ik ben even het editen. Jullie moeten even laten weten, willen jullie griepjes horen of. Wat is die andere keer? Oh, ja. Woe! Laat weten. Wie komt dan toch? Maar griepje is even leuk. Hey, griep, zijn wij de bankzitters? Nee. Wij zijn de. Oké, we hebben net een potje Quix gedaan. En nu zitten we. Hoe heet het ook weer? Wie heeft hier gewonnen trouwens? Ik niet. Ik ook niet. Tim, volgens mij ook niet. Oh ja, ik was het. Is Max ook nog een keer ergens gegeven? Hey, maar wie heeft net voor de points gewonnen met. Ja. Vinden jullie deze ook leuker dan die andere? Net deden we Quix en nu doen we. Hoe heet het spel ook alweer? Wie ben ik? Ja. Had jij deze nu gedaan, doen we Wie ben ik? Ik heb gezien deze uit. Oh, godverdomme, ja. Ja, Tim, anders doe je hem even zo. Heb je deze gezien? Ik had helemaal mijn klauwen er zo op. Oh ja, ik was helemaal vergeten. Ik was helemaal vergeten dat jou hier op de achterkant stond. En de honden, jongen. Oké, we doen het laatste potje van Wie ben ik? Dit is die van Tim. Jij bent die van Friester Rick. Ik wil hem voor je. Ja, ik kan het gewoon niet zien. Dit is de persoon die deed moet raden. Oh, moet ik ook onderrijden? Wie gaat er winnen? Nou, Max had me goed. Wie had hem als eerst goed? Ik was een 9 met een grote lul. Rick had me als eerst goed. Dan, toen had Max me goed. Tim wist niet wie mijn dingo was. Ik zei gewoon degene met een belachelijk lange lul. Ik had Harry Snotter, maar ik kwam er niet op. Hoezo moet je een shotje nemen? Zie je? Geil. Heb je nog deze? Zo. Ja. Jij gaat vallen. Oh. Is een druiper. Is een druiper. Dat is zo'n bol die uit de grond komt. Ja, je hebt het. Zit het wel in de vlog? Oh, je zit nog steeds te. Neem hem even dan. Ja, maar je moet er wel in de afsluiting aan gooien. Ja. Ja, ik zal gaan. Dit is de afsluiting. Zit nog steeds. Oké. Okay. Mensen thuis, hierbij sluit de vlog af. We hopen jullie het leuk hebben gevonden. Als jullie het leuk vonden, doe dan even een likey. En wij vinden het leuk als jullie gewoon even het in de beschrijving zetten. Leuke comment, wat vonden jullie ervan? Laat het gewoon even weten. Ik vind het wel leuk om te lezen. Dus er zit ook een stukje ijs in. Nee. Nee. Hierbij sluit de vlog af. En? Dat was ook nog een aankondiging. De aankondiging. Maar morgen. We hebben een feature morgen, jongens. Een feature? Featuring met. We hebben een feature. Zo. Oh, dat is waar. Morgen hebben we een speciale gast. Die komt helemaal speciaal vanuit Nederland. Nee, niet vanuit Nederland. Nee, dat horen ze morgen. Oh. We gaan niks zeggen. De gast komt misschien hierheen, maar misschien ook niet. Nou, hij komt wel. Misschien. Oké, dus hierbij sluit de vlog af. Tot morgen!